Er lijkt een interessante, maar bewogen week aan te komen voor de beurs. Zo zijn er veel interessante bedrijven die met kwartaalcijfers komen en lijkt de situatie met Rusland en Oekraïne steeds dreigender voor de beurs. Hoi allemaal, mijn naam is Jorik en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag gaan we dus kijken naar de week die eraan zit te komen op de beurs. Wat ik al zei, er zijn dus heel veel interessante bedrijven die met cijfers komen. Zowel bedrijven die ik zelf heb, als gewoon bedrijven die in het algemeen interessant zijn om te volgen. En gaan we het nog even hebben over de situatie in Rusland en Oekraïne. En wat dus ook heel erg drukt op de aandelenmarkt. We zien namelijk dat het veel impact heeft op de beurs en daar gaan we het nog even kort ook over hebben. Voordat we verder gaan wil ik je vragen om een blauw duimpje omhoog achter te laten. Daarmee help je mij namelijk ontzettend veel. En als je het nog niet hebt gedaan, kan je subscriben op mijn kanaal. En verder kan je beleggen bij de Giro via de link in mijn beschrijving. Als je via daar aanmeldt, krijg je daar een kleine vergoeding voor en help je daarmee het kanaal verder te groeien. En met dat gezegd te hebben, dan gaan we meteen beginnen en pak ik even de agenda voor de komende week erbij qua kwartaalcijfers. Het is natuurlijk al dinsdag als deze video online komt, dus de maanden gaan we het even niet zo heel veel over hebben. Er zijn in mijn ogen ook relatief weinig interessante aandelen die gisteren met cijfers naar buiten zijn gekomen, maar vanaf vandaag gaat het heel interessant worden. Er komen dus veel interessante bedrijven met die kwartaalcijfers. Maar het zijn niet per se heel veel grote bedrijven die de markt echt meebewegen, zoals een Apple, een Microsoft of een Amazon. Maar wel dus gewoon veel interessante bedrijven en ook veel bedrijven waar particuliere beleggers zoals jij en ik vaak in beleggen. En wat goed is om te weten is dat dit gaat om de kwartaalcijfers van kwartaal 4, dus de afsluiting van 2021. Dit overzicht komt van Earnings Whispers en die hebben elke week eigenlijk de meest interessante of meest veelbelovende earnings op een rijtje gezet, zodat je weet wat er staat te komen. Dit is weer opgesplit in twee delen, hetgene wat voor de beurs komt en wat na de beurs komt per dag. En als we even kijken bij de dinsdag zien we dat er voor de beurs weinig interessants komt in mijn ogen. Eventueel Marriott, dat is natuurlijk bekend van de hotels wereldwijd, die komt met cijfers. Dat is natuurlijk altijd interessant gezien de COVID-situatie, hoe dat herstelt. Maar eigenlijk pas vanaf dinsdagmiddag, of eigenlijk dinsdagavond in onze tijd, dus na het sluiten van de beurs, dan beginnen de meest interessante bedrijven te komen. Hier zijn nog niet zo heel veel bedrijven waar ik zelf in beleg, maar wel bedrijven die ik interessant vind om te volgen. Bijvoorbeeld een bedrijf wat er komt, dus Roblox, daar heb ik zelf eigenlijk heel weinig mee. Ik ken het ook niet zo goed, maar ik weet dat dit een bedrijf is wat veel particuliere beleggers zoals jij en ik wel bezitten. Het is dus voor veel mensen interessant en daarom staat hij ook op deze lijst. En dinsdag na het sluiten van de beurs komt dus ook Airbnb met haar cijfers. Het is een heel interessant bedrijf, maar wel eentje die heel duur is in mijn ogen. Airbnb heeft namelijk een market cap van meer dan 100 miljard, terwijl de omzet slechts 3,3 miljard is. En sterker nog, in 2020 maakten ze 4,5 miljoen verlies. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe dat is in 2021. Hoe ze dit jaar gaan afsluiten. En ook Wynn Resorts vind ik interessant. Ik heb hem zelf natuurlijk een poos gehad. Ik heb ze verkocht, gelukkig met winst. Maar ik heb ze zelf gekocht aan het begin van de COVID-crisis toen die heel laag stond. En later verkocht op een hoger punt. Ik heb het toen verkocht omdat ik wat minder risico wou in mijn portfolio. En ja, dat COVID is natuurlijk lastig te voorspellen. Wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt er per land, per regels? En ze hadden gewoon heel veel last daarvan natuurlijk. En zodoende heb ik ervoor gekozen om dat bedrijf te verkopen. Ik vind het een mooi bedrijf, maar er is dus veel risico bij met omtrent de situatie waar we nu in zitten. In 2020 hebben ze een flink verlies gemaakt. En ook in elk kwartaal tot nu toe van 2021 was er veel verlies. Ik ben dus heel benieuwd hoe ze het jaar gaan afsluiten met de cijfers van Q4. En dan woensdag is voor mij de allerbelangrijkste dag deze week. Er zijn namelijk meerdere bedrijven waar ik rechtstreeks in investeer. En meerdere bedrijven waarvan ik een grote positie heb middels een ETF. De bedrijven waar ik rechtstreeks in investeer zijn Shopify en Crocs. Nou, Shopify in mijn ogen, met risicovolle aandeel, heb ik dus een kleinere positie in. Maar in Crocs heb ik een grote positie. En met de daling van de afgelopen maanden heb ik flink ingekocht en mijn prijs steeds weer verlaagd. Crocs vind ik dus heel interessant, omdat ik er dus zelf zo'n grote positie in heb. Ik ben dus ook benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ze hebben heel veel positieve verwachtingen gesteld voor de komende jaren en een hoog doel gezet voor de komende 5 jaren. En ik ben dus ook benieuwd of ze die verwachtingen weten waar te maken en hoe ze dus 2021 gaan afsluiten. Ook voor Shopify geldt dat het weer een bedrijf is waar veel particuliere beleggers, dus de retail investors zoals ze dat noemen, in geïnvesteerd zitten. Het is een populair bedrijf bij veel jongeren, bij veel particuliere investeerders dus. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Zelf heb ik 1 aandeel van Shopify, maar de aandeelprijs is natuurlijk vrij hoog. Maar met de huidige prijs zijn ze dus wel flink gezakt de laatste maanden. Maar ik ben heel erg benieuwd wat de kwartaalcijfers voor dit kwartaal zijn en hoe dat gaat uitpakken voor de koers van het bedrijf. Verder zie ik ook dat de Trade Desk met cijfers komt voor de beurs op woensdag. Ook heel interessant. Het is er ook weer eentje waarvan ik weet dat veel particuliere beleggers in geïnvesteerd zitten.
Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. En verder een andere interessante groot bedrijf is natuurlijk Kraft Heinz. Onder andere bekend van de ketchup bijvoorbeeld. En dan ook woensdag na het sluiten van de beurs komen zowel Nvidia als Applied Materials met hun cijfers naar buiten. En dit vind ik heel interessant omdat ik zelf een grote positie heb in die semiconductor ETF die ik al vaker heb besproken. Dat is de VanEck Semiconductor ETF. Ik ben er een groot fan van en ik heb er al een hele tijd geleden in geïnvesteerd. Omdat ik denk dat de tekorten nog wel even aan zullen houden. Er is veel vraag naar. En de komende jaren zal het denk ik ook niet heel veel minder worden. Er is natuurlijk steeds meer een chiptekort. En er zijn steeds meer chips nodig voor steeds meer apparatuur die we gebruiken. Telefoons, laptops, maar ook bijvoorbeeld steeds meer auto's en andere apparaten. Die worden gezien als smart devices en dus dat soort chipsets nodig hebben. Nvidia en Applied Materials zijn twee grote bedrijven natuurlijk in dit ETF. Vooral Nvidia met een market cap van geloof ik 500 of 600 miljard is gewoon een hele grote speler. En het gaat natuurlijk impact hebben op die hele markt, maar ook natuurlijk in dit geval de ETF specifiek voor mij. En ik ben dus heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Een andere interessante die ik even wil benoemen die woensdag komt na het sluiten van de beurs is Matterport. Dat is misschien een onbekend bedrijf voor jou, maar het is er eentje die ik al eens heb besproken eerder op mijn kanaal toen het nog een SPAC was. Zelf beleg ik niet heel veel in SPACs of in aandelen die heel nieuw zijn, of dat probeer ik zo min mogelijk te doen. Er zit natuurlijk veel risico aan. Maar Matterport heb ik toen wel benoemd als een eventuele interessante play in de SPACs toen ik een video heb gemaakt over de uitleg wat een SPAC precies is. Matterport vond ik toen een vrij interessant bedrijf qua bedrijfsmodel. En ik zie dat ze ja, heel erg gestegen waren, maar eigenlijk ook weer heel erg zijn afgestraft de laatste maand, net als heel veel groeiaandelen. En ik ben dus ook benieuwd wat voor cijfers daar naar buiten komen en of dat positief zal zijn. En er nog een ander interessant bedrijf voor de woensdag na de beurs is Cisco. Natuurlijk een groot bedrijf, een market cap van meer dan 220 miljard. Een groot bedrijf dus, ik ben ook daar benieuwd wat die cijfers zullen zijn. Dan gaan we verder naar de donderdag en ook daar zien we weer meerdere interessante bedrijven. En allereerst zien we meteen Palantir. Dit is een van de meest gehypte groeiaandelen van het moment volgens mij. En ik heb er zelf een tijdje in gezeten, maar ik heb ze verkocht omdat er te veel risico aan zat. En dat ik mijn portfolio wat meer steady en veiliger wou inbouwen. Zodoende heb ik het verkocht, maar wel een heel interessant bedrijf dus. De cijfers waren de laatste jaren wel goed qua omzet, maar de winsten bleven natuurlijk heel erg achter. Ook hier ben ik dus heel benieuwd hoe ze het jaar gaan afsluiten. Mogelijk interessant ook voor veel van mijn kijkers, omdat ik weet dat veel mensen dit een interessant bedrijf vinden of dat ze er misschien zelfs wel in investeren. De twee andere interessante voor de beurs vind ik Walmart en Fiverr. Walmart is natuurlijk een grote Amerikaanse supermarktketen, ook een groot bedrijf met een grote market cap. En Fiverr is natuurlijk ook een interessant bedrijf, dat er natuurlijk steeds meer gebruik van wordt gemaakt van de diensten van Fiverr. En in de toekomst denk ik ook steeds meer zal gebeuren. Je kan daar bijvoorbeeld als individu jouw diensten aanbieden, zoals bijvoorbeeld voice-overs of video-editing of fotografie of wat dan ook. Alles wat je maar kan bedenken online. En je kan er als klant dus dat soort diensten weer afnemen. Ook weer dus een interessant bedrijf en ook eentje die dus weer door veel particuliere investeerders in hun portfolio zit. Dan de donderdag na het sluiten van de beurs zien we Roku. Zelf ken ik ze niet zo goed, maar ook dit is weer eentje die vrij populair is. En Dropbox, ook weer een vrij populair aandeel. Het zijn beide aandelen die ik niet heb of niet interessant vind. Maar ik weet dat er wel weer veel interesse in is vanuit de particuliere beleggers. En dan de vrijdag is in mijn ogen wat minder interessant. De twee grootste of bekendste daarin zijn John Deere en DraftKings, in mijn ogen beide niet heel interessant, omdat ik er zelf helemaal niks mee heb. Maar ik weet dat DraftKings bijvoorbeeld een bedrijf is waar veel mensen als particuliere beleggers weer in investeren. Zoals ik al zei, dus heel veel interessante bedrijven. Niet zozeer grote bedrijven die de beurs echt zullen bewegen, maar wel veel bedrijven die heel veel particuliere investeerders hebben. Heel veel particuliere beleggers investeren in heel veel van deze bedrijven. Zelf heb ik ook een aantal van de bedrijven die in deze week hun cijfers gaan aankondigen. Ofwel dus direct, ofwel middels de ETF's waar ik in zit. Maar voor mij is dus de woensdag heel belangrijk. En ik kijk vooral heel erg uit naar de cijfers van Crocs. Die zijn heel erg afgestraft. En ik ga misschien zelf nog een beetje bijkopen deze week. Al is mijn positie al flink uitgebreid over de afgelopen weken. Tot zover dus de cijfers van heel veel bedrijven. Dan komt er ook nog iets anders bij kijken wat er de afgelopen week of weken eigenlijk al gaande is. En dat is de dreigende situatie tussen Rusland en Oekraïne. Je zal het ongetwijfeld al meegekregen hebben op het nieuws. Maar dat heeft ook rechtstreeks heel veel impact op de beurs. Een oorlog is natuurlijk niet goed voor de economie, voor veel landen. En het probleem tegenwoordig is natuurlijk dat steeds meer landen belangen hebben bij heel veel andere landen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat Amerika Oekraïne steunt. En daarmee dus eigenlijk regelrecht in zo'n oorlog zou belanden of kunnen belanden. En dat kan dus impact hebben op de economie in Amerika, zodra er dus een oorlog uitbreekt. Amerika heeft bijvoorbeeld ook vorige week wapens geleverd aan Oekraïne om zich beter te kunnen beschermen tegen Rusland. En daarmee geeft Amerika echt een signaal af dat ze achter Oekraïne staan in deze eventuele oorlog. Deze nijpende situatie geeft natuurlijk veel onzekerheid. En als er iets niet goed is voor de beurs, dan is dat wel onzekerheid. En dat heeft dus gewoon impact op de beurs en daarom zie je regelmatig flinke rode cijfers op de beurs, flinke dalingen aangaande het nieuws wat zich daar afspeelt.
Als je bijvoorbeeld op Google kijkt naar stockmarket en op het nieuwsstapje, dan zie je ook veel dingen naar boven komen over deze situatie. Rusland en Oekraïne, dat die dus in de kling liggen. En dat heeft gewoon heel veel impact op de beurs, zoals je dus kan zien. Zelf hoop ik dat deze situatie snel verholpen kan worden, zowel voor alle betrokkenen mensen daar, als natuurlijk ook voor ons in de stockmarket. Dat was alle informatie voor vandaag in deze video. Ik ben heel erg benieuwd naar welke kwartaalcijfers jullie het meeste uitkijken. Laat dat weten in de reacties hieronder. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende video.